door. Weet het zeker. Ja. Weet zeker waar je mag komen. Sjoer, ja. Stop de klok. Laatste opdracht. Wat had je genomen? Want het is nu alles of niks. Je had 15.000 gulden gehad. Of de linkertunnel. Wat had je dan genomen? De prijs of het geld? De prijs, wat hadden ze gehad, Pierre? Het reed als een trein, maar deze had u zelf moeten sturen. En met dat plezier had u de weg opgekund. Deze sublieme automobiel had van u kunnen zijn. De laatste vraag, de klok gaat pas lopen als we aan de vraag beginnen. Let op, dit is de moeilijkste vraag waarschijnlijk, want daarom. Als de notaris ziet op beeld dat het niet klopt, moet je over en word je teruggetoeterd. Dit briefje van 100 moet binnen 2 minuten en 15 seconden, zonder dat iemand iets geeft, gewisseld worden in 20 vijfjes. Maar niemand mag wat geven, want als de notaris dat ziet, is het spel fout. Dus je kunt hem wisselen in 4 vijfentwintigjes, dan kan iemand die 1 vijfentwintigjes en 5 vijfjes. Ga je gang! Maar wie kan, nee, dat kan zo niet! Dat je moet 100 gulden wisselen in eerste instantie. 100 gulden! Vijfjes, wacht even, daar heeft iemand een berg. Wie heeft er? Nee jongens, tel laat die mensen tellen, zo kan het tellen. Hier nou, Elvira, kom toch, hier. Vier. Die man die 100 gulden. Kom hier, vijf vijfjes. Ga lopen, jij daar. Ja, vijf vijfjes. Vijf vijfjes. Vijf vijfjes. Tel na, tien. Vijf vijfjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat klopt. Nou daar nog, hij is aan het wisselen. Wat moeten we nog hebben? We hebben nog aan tijd. 1,42, kom op jongens! Zijn er 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! Nog 1 briefje van 5 minuten. 30 seconden. Nee, dat kan niet. Iemand. Hoeveel heb je? Nee, dat is niet goed. Dan moet je terug naar die vrouw. Wie is dat? Want het moet in handen, anders is het niet eerlijk. 1,20, wie is dat? 50 gulden. Ja, ik heb er niet 5. 5 van 25. Daar heb ik er nog 5. Nee, dat kan niet. Dan gaat het fout. Dat doet het niet af. Jongens. Nee, dat kan niet, dat zeg ik toch. Je hebt daar jouw portie en hij zijn laatste. Zo, deze hier, 5 minuten. U hebt nog precies 1 minuut. Zo klopt het. Wacht nou, anders doet het niet af. Dan zijn we kapot. 54 seconden nog. Leg ze neer in godsnaam. Want jij hebt nu alles. Tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maar dat klopt het toch niet? Nee, dat klopt niet. Dan krijgen we die bel. Ga nou weg! Ga nou weg, stommeling! Dat klopt het toch niet? Je krijgt het wel ook. 4, 5. Dat verspil je. Nee, dat klopt. Je krijgt het wel. Nog 20 seconden. Het is fout. Wat een Jezus. Nou, ja zeg. 50 gulden hier zo. En ik krijg... Ja, maar dan had het nu moeten 10 seconden. Verkocht! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geef niet, Willem. Weet je wat ik gedaan had? Ik geef dat 50 gulden. Nee, maar dat heb ik uitgelegd. Je moet per briefje wisselen. Heb ik gedaan, Willem? Nee, dat klopt toch? Anders had het niet geklopt. Ja, ze heeft daar 1 briefje gewisseld, toen weer 1 briefje. Ik heb daar gewisseld, 4 briefjes van 25. En wat heb je? 2 om mijn vader gegeven, 2 dagen wisseld voor 20 van 5. Mijn vader is weggelopen. Ben ik meegelopen? Klopt, ja. Ik kwam met 1 briefje van 25 toen terug. Toen heb ik daar 50 gulden en van die ben ik. Ja, en toen is het fout gegaan. Ik heb daar van die mensen. Maar daar is het toch fout gegaan, want dan hadden we hier precies die briefjes moeten hebben. Ja. Vraag de notaris, bel of toeter. Oké. Dit is een sterrenshow, we doen hem volgende week over. Ik vind het verzekerd. Ja, maar dat geeft niet. Ja, dat is toch verdorie. Nee. Tot volgende week. Vara Sterrenshow heeft ook vanavond weer mensen de kans gegeven. Erik Westerink en Wilma van der Grift, Herman en José Soeverein en de winnaars Elvira en Kees Groenland. En zij gaan naar huis. Met een droogmachine, een wasmachine,
een paar sokken en 90 gulden. Willem Ruis presenteerde de 6e sterren show lijfverdrachten. We hopen dat u thuis genoten hebt vanavond rekenen bij de tent eraf en hopen u volgende week vanuit Veendam te beroeten. Misschien wel persoonlijk als we de auto bij uw voordeur komen afleveren. Voor één lot van 250 hoeft u niets te missen. En Humanitas is er blij mee. Tot ziens op het postkantoor, waar daar zijn de loten te koop. Volgende week om 8:55 op Varen Nederland 1 vanuit Veendam. De 7e sterrenshow. En u weet het, de sterrenshow is met elk lot een beter lot.